vorige aflevering gingen we aan de slag met de diverse noodzakelijke reparaties na de oversteek van Sint Maarten naar de Azoren. Patrick nam afscheid en ook ik vloog naar huis om een maand later met Lars terug te komen. We repareerden de autopilot drive, de grijswaterpomp, deden diverse andere klussen en maakten Eva weer klaar voor de oversteek naar Nederland. Deze aflevering begint als we Praia da Vitoria verlaten met ruim 1200 nautische mijlen voor de boeg. See ya. Red wind. Thank you. I think we need that. I think so. Yeah. Ciao. Nou, dat was Praia de Vitoria. We zijn onderweg. 1200 mijl te gaan. Ongeveer. Misschien iets meer. Zin in, Lars? Ja, kan niet wachten. Nou, dat hoeft ook niet. Kijk. Dat was Terceira. Het is 7:30 op de eerste dag. We zijn om 10:00 vanmorgen vertrokken. En we varen eigenlijk de hele dag al aan de wind, hoog aan de wind. Flink wat wind. We hebben nu 19 knopen, we hebben 22 gezien. Dat is goed te doen. We hebben wel het eerste rif gezet. Ik zal dat straks wel even laten zien, maar dat is een beetje herrie buiten waarschijnlijk. En we gaan niet richting huis, zeg maar. We gaan nu bijna recht naar het oosten, iets noordelijker, maar ja, het is niet anders, dus we zullen moeten opkruisen. Daardoor gaat het allemaal iets langer duren. Ik zal buiten de situatie nog even laten zien. Kijk, was die een beetje opgeknapt inmiddels, toch? Een stuk beter. Dus dat was even niet helemaal lekker. Ik was ook niet helemaal lekker hoor, maar. Nou, dit is buiten. Kijk, eerste rift erin. En af en toe komt er wat water over. Nou, we hebben nog geen land te zicht in ieder geval. Kijk, dit is wel weer een beetje jammer dat het. Het logwieltje zit vast, dus nul knopen, dat is echt wel maar steeds geven. Dat is jammer. Overleven ook alweer. Nou, de wind is wat afgenomen, dus dat doe ik eigenlijk altijd hoor, dus ik haal even de mail op, maar tegelijkertijd wordt er even gekookt. Daar gebruiken we vandaag de airfryer voor. Dus de generator draait ook en de accu's worden bijgeladen. En dat gaat nu met 13 knoopjes in best oké. En straks doen we nog eventjes de broccoli erbij. Die moest op, dat zie je wel. Nou, we zitten aan het einde van de tweede dag zeilen. De wind is inmiddels weggevallen. Tenminste. Er is nog iets, er is nog een knoop of 8. En daar gaan we nog steeds 2,5 knoop op vooruit. Dus we liggen niet stil, zullen we zeggen. Maar het is dus heel rustig. Even laten zien. Kijk. Je moet geen haast hebben vandaag. Nog steeds volledig aan de wind. Kijk. Wel volledig tuig. En de crew. Ik ben er ook nog steeds. Ja, Lars ook nog steeds. Ja, we zitten in de derde dag. We hoeven niet super strak meer aan de wind te varen. We zijn 10 graden afgevallen. Maar dat scheelt meteen in snelheid en comfort. Nou, dit is de situatie op de kaart.
Hier liggen de Azoren en daar gaan we naartoe, Engels kanaal in. Ja. En zoals je ziet hebben we een beetje een rare kronkelige koers gevaren. Dat heeft alles te maken met dat we heel scherp aan de wind gingen en met elke vlaag mee met de wind. Dus, nou, zo gaan we. Oh, kijk. Het logwieltje heb ik weer losgemaakt. Dat hebben we er even uitgehaald. En doet het dus weer. Dus we kunnen nu weer zien hoe snel we door het water gaan. Dat is ook wel leuk. Nou, zo gaan we dan. Met een beetje geluk zo het kanaal in. We hebben 21, 22 knopen wind nu. En af en toe komen golven over. En dan blijkt ons altijd zo'n fijne dockhouse toch in één keer een soort van splashzone te zijn. Dus het is hier allemaal nat. En dat vinden we helemaal niet leuk. Nee, ik vind het niet leuk. Nee. Hier zo ook. Nou ja, nu natuurlijk weer even niet, maar het is behoorlijk vochtig hier. Hè? Doe je? Au. Lijstjes eraf halen. Mm. En dan de hechtingen eruit halen. Dat zien. Met een nagelschaartje op een schommelende zee, dus het kan alleen maar. En je hebt weer. Komt omdat je weer hebt gevochten in de kroeg, hè? Ja, heel hard. Wel verloren. Wel verloren, ja. Nou, dat is, daar ligt de eerste. En dan gaan er nog drie volgen, toch? Ja. Nou, dit is dan het resultaat. Best goed gelukt eigenlijk. Toch? Ja, wel tevreden. Ja. Nou, het is een bijna onmogelijke opgave, maar Lassepiet gekookt. Ik denk dat het eten is. Bijna onmogelijk dat het lekker is. Ah ja. Kijk. Oh. Heb je er al een naam voor verzonnen? Lassie. Oké. Het is namelijk rijst. Oké. Nou, lekker. Dat hoop ik. Jawel. Nou, we zijn er eten aan het maken. En vandaag wordt het curry. Dus je mag even kijken. Het is er niet. Heel klein beetje blijven staan. Kijk, de saus is klaar. Denk ik. Althans, die moet even staan. En even rijst koken. Dan kunnen we denk ik 2 dagen eten. Hoop ik. Ja. En we hebben geen ventilatie open nu. Want ja. We horen het eten erg zout. Thank you.
Op de vijfde dag slaat het noodlot toe. Het profiel van de rol Genua is gebroken toen we 's nachts de Genua iets wilden indraaien. Nu blijkt ook het zeil gescheurd en moet het naar beneden. De zeilinvoer is echter volledig verwrongen en ik ga met een haakse slijper aan de slag om het zeil naar beneden te kunnen krijgen. Nou, hier ligt de Genua nu. Een beetje gescheurd. Alle kanten. Opvouwen is nu geen optie. Dus dat doen we maar niet. Dus, in de haven kijken we wel weer even verder. Maar, goed nieuws is. We hadden ook nog eten van gisteren. Dus dat gaan we nu maar eens even opeten. Nou, vannacht hebben we geprobeerd om de Genua in te rollen. En dat ging niet helemaal goed. We hebben kennelijk, blijkt achteraf, het onderste profiel kapot getrokken. En ja, eigenlijk komt er dan met Genua nog maar één ding. En dat is op naar beneden. Maar zolang dat hij niet naar beneden hoeft, konden we hem nog gebruiken. Vanmorgen zijn we een uur of zeven, 's morgens, half acht denk ik, zijn we overstag gegaan. En toen ben ik gaan slapen. En Lars die meldde op een gegeven moment van ja, het achterlijk van de Genua die klappert. Laat maar gaan, er is allemaal niks aan de hand. En, maar toen zijn we toch even gaan kijken. Er bleek er dus een scheur bovenin de Genua te zitten. Een paar meter onder de top. Dus ja, dan moest het zeil wel naar beneden. Nou, dat is een nogal gedoe geweest. Want de zeilinvoer van dat profiel was natuurlijk stuk. En met de haakse slijper heb ik dat helemaal los moeten slijpen. Nou, uiteindelijk, zoals ik al liet zien, ligt het zeil nu binnen. En zeilen we verder op de kottenfok en dubbel gereefd grootzeil. En dat gaat wel oké. Maar het is wel gedoe, zeg. Jezus, Mina. Dat eigenlijk. En omdat we overstag zijn gegaan, gaan we niet zo hard meer op ons doel af. Dus, we krijgen nog flink wat wind. Dus er ontwikkelt zich nog een systeempje ten noorden van ons. En met een beetje pech komt daar dik 30 knopen uit. Dus nou, dat gaan we nog maar even aanzien dan. Maar goed, van enige relevantie is, dan zal ik in ieder geval gaan. Dus dat is dat. Ik zal de situatie op de kaart even laten zien. Kijk, zo gaan we. Dit is Portugal, dit is Coruña. Dit is Noord-Spanje, Galicië en daar ligt A Coruña. En hier kan je zien dat we vanmorgen overstag zijn gegaan. Oh, en hier, dat is hadden we het gedoe met het zeil. Zeg maar. Dus zo gaan wij. Drie keer gereefd groot zijn. Blijft niet veel van over zo. Dat is de kottenfok. Ja, want Genua ligt hier nu. Lekker weer. Nou, dit is de situatie op de kaart. Momenteel. Dit is natuurlijk een beetje treurig. De velocity made good is nu weer aardig trouwens. Kleine windshift denk ik. Dat is 2-3 knopen meestal.
door mee. Dus we hebben nu de val van het Dutchman Sail Flaking System gebruikt om het grootste gat te ijzelen. Nou, dat is wat gelukt. We zijn inmiddels een tijdje verder, de wind is enorm aangetrokken, zoals ik net al zei. Het leioog van Kottefok. Kottefok is het enige fok die we nog kunnen gebruiken. Het stuurwoord leioog is inmiddels overboord. Het is wel losgeklapperd en overboord. De derde reeflijn is een soort liefde aangegaan met het Dutchman Sail Flaking System. Dus dat zit allemaal zodanig in de knoop. Dat moeten we een keertje uitzoeken. Wat else? Oh ja, dit weer is helemaal niet voorspeld. Ik heb net maar eventjes via Dikwind, hier in Rimco, het weer opgehaald, de wind opgehaald. En, moet ook een beetje droog blijven. En we zouden nu 22 knopen wind moeten hebben. Nou, dat is echt heel anders. We waren net 37, 38. Dus ik hoop dat het snel over is. Als het daar niet voorspeld is, dan mag het ook snel over hebben. Maar goed, we gaan richting, richting Ierland inmiddels. Nee, Ierland zou ik lopen. Dat is niet helemaal waar ik naartoe wilde, maar. Ik hoop dat het er vier bij blijft. Ik ben er wel, echt klaar mee nu. Omdat het blok van het leioog van de Kottefok gelijk is aan de blokken van de Genua, zet ik een blok van de Genua op de Kottefok-rail. Gisteravond is de reeflijn van het tweede rif gebroken, of eigenlijk doorgesleten, denk ik. En sindsdien varen we alleen nog maar op de eerste rif. En dat hebben we extra geborgd met lijnen en zo. Dus daarvan had ik niet het idee dat dat vannacht zou gaan breken. Dus, maar de wind is iets afgenomen en het zal, zoals het er nu naar uitziet, niet meer toenemen, deze reis. Dus we denken dat we dat rif eruit kunnen halen. Maar daarvoor moeten we eerst even het eruit knoop halen. Het zit allemaal een beetje in de knoop, ik zal het laten zien. En die extra borging en zo, het eerste rif zal ik ook wel even laten zien. Maar waarschijnlijk staat er wat wind en dan hoor je dat misschien niet zo goed meer. Dus ik ga het even laten zien. Je ziet hier het eerste rif dat extra geborgd is. En aan de mast ook. Wat we nu eerst gaan doen is deze rode reeflijn uit de knoop halen, omdat we wat ruimte in de lijn nodig hebben als we het eerste rif eruit halen. De windindicator die bovenop de mast stond is inmiddels ook verdwenen. Die kon het allemaal niet meer aan kennelijk. In de volgende aflevering zie je het tweede deel van onze oversteek van de Azoren naar Nederland en de aankomst in Vlissingen en Middelburg. Wil je op de hoogte blijven van de reizen van Eva? Schrijf je dan in op onze website www.sailingeva.com voor de nieuwsbrief, volg de diverse social media en abonneer je op ons YouTube kanaal. Wil je weten waar we nu zijn? Kijk dan op onze website en klik op Waar is Eva? Je ziet daar bijna per dag actueel onze route, waar we zijn en wat we doen. Dankjewel!